Wat is detectiewerk nu eigenlijk, vragen mensen mij wel eens. En dat is natuurlijk logisch, want het is niet een heel alledaags woord. Detectiewerk, dat ken je misschien wel, maar misschien ken je wel dit beeld. Of misschien ken je wel dit plaatje. In beide gevallen zie je de professionele detectiehond. Je kent vast wel de drugshond, een narcotica-opsporingshond. De hond die grote partijen drugs moet zien te vangen, of misschien wel kleinere hoeveelheden. Of je kent misschien wel de explosieve hond, die wordt ingezet om explosieve geuren of stoffen te vinden. En zo zijn er nog veel meer soorten professionele detectiehonden. Want, wat dacht je van een hond die grote hoeveelheden sigaretten op moet sporen? Of wat dacht je van een hond die de brandversnellers kan opsporen, waar een brandstichting is geweest bijvoorbeeld? En zo zijn er nog veel meer. Maar dat detectiewerk, wat is dat nu? Detectiewerk is eigenlijk een situatie waar dus geen spoor is, het is een vorm van zoeken. Maar de hond heeft geleerd om een bepaalde geur op te sporen en, dat is heel belangrijk, zijn geleider weet te vertellen dat die geur daar is. En dat noemen we een verwijzing. Want zonder een betrouwbare verwijzing heb je natuurlijk helemaal niets aan dat je hond de geur ruikt. Of niet, of wel, of soms. Het is heel belangrijk dat dat klopt en dat je dus als handler zeker weet dat je hond die geur ruikt. Maar dat is het dus niet alleen. Bij detectiewerk wil je dat je hond de geur verwijst. Je gaat vertellen of de geur daar aanwezig is. En als ze niet verwijst, dan moet je zeker kunnen zijn dat de geur er niet is, zeg maar. Maar je wil ook dat de hond zeker de hele ruimte heeft doorzocht. Dus het echte detectiewerk doe je ook samen met de hond. Een stukje mag de hond vrij zoeken, maar daarnaast ga je samen met je hond in een bepaald systeem de ruimte doorzoeken. Dat zie je dus professionele detectiewerkers ook doen. Ze willen ook zeker zijn dat er geen explosieven meer achterblijven in de ruimte die ze doorzoeken. Of ze willen zeker zijn dat er geen narcotica meer in die vrachtwagen zit of waar ze dan ook mogen zoeken. Er zijn zo dus verschillende vormen van detectiewerk. We hebben het gehad over de explosieve zoekhonden. We hebben het gehad over de narcotica of drugszoekhonden. Maar je kan ook denken aan bijvoorbeeld honden die grote partijen sigaretten zoeken of grote partijen geld. Of je hebt honden die op medisch vlak detectiewerk uitoefenen. Dan moet je denken aan honden die kanker kunnen opsporen. Of je hebt honden die reageren op een verkeerd bloedsuikerspiegel. Of eventueel honden die kunnen reageren op een verkeerd cortisolspiegel. Die heb je ook. En zo zijn er nog veel meer. Daarnaast heb je ook nog wat praktische detectiehonden. En dan kun je denken aan honden die de bedbugs op kunnen sporen. Die kleine beestjes die je echt niet in je bed wil hebben. Of honden die biologen helpen bij het vinden van bijenkoloniën of bij het vinden van walvissen. Nou, er zijn hele creatieve vormen van detectiewerk te vinden. Ik hoop dat ik in deze video een beetje duidelijk heb kunnen maken wat detectiewerk nu eigenlijk is. En wat professionele detectiehondenteams allemaal doen. En zelf kun je dat thuis ook doen. Je kan je hond ook op de bak laten zoeken of op weet ik wat van luchtje. Maar daarover vind je op de website van DigiDog natuurlijk meer. Mocht je vragen hebben, laat het rustig weten. Kijk anders even rond op de site, daar staat meer informatie over. En wellicht tot ziens in de volgende video. Doeg!